In deze video wil ik het hebben over actieve en passieve personages. En wat is beter? Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal praat ik over tekenen, schilderen, fantasy, schrijven en alles wat mij interesseert. Vind jij dezelfde dingen leuk? Dan moet je vooral even lid worden van mijn kanaal. En druk naast de abonneerknop ook nog eventjes op het belletje wat ernaast staat. Omdat je dan steeds een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video upload. En dan kun je ze allemaal zien. Dat is toch alles wat je wil? Nou, in deze video wil ik het hebben over actieve versus passieve personages. Omdat ik heb gemerkt dat dat best wel belangrijk is in het schrijven van een goed verhaal. Sowieso vind ik personages heel belangrijk om die goed uit te werken. Daar heb ik al meerdere video's over gemaakt. Ik zal er hier even wat linken. En in deze video ga ik het specifiek hebben over actief versus passief. Nou, wat houdt het nou eigenlijk in? Een actief personage is een personage die keuzes maakt die het plot beïnvloeden. Dus een personage zegt, ik wil meedoen aan de marathon en ik schrijf me vandaag in. Dat is actief. Een personage gaat zelf wat doen. En als het een verhaal is over de marathon bijvoorbeeld, dan beïnvloedt dat zeker het plot, want je ziet dat de personage gaat meedoen. Een passief personage is het tegenovergestelde, is een personage die misschien heeft hij een baas en de baas van het personage die zegt, jij moet meedoen aan de marathon, ik zal je even inschrijven. De personage zelf doet dan dus helemaal niks. Die wordt ingeschreven door de baas in dit geval. En hij gaat dan wel meedoen aan de marathon misschien, maar dat heeft in feite veel minder invloed op het plot. Eigenlijk is de baas dan degene die invloed heeft op het plot. En nou is het niet zo dat personages altijd alleen maar passief of alleen maar actief zijn. Want ook de meest actieve personages zullen niet elke element van het plot beïnvloeden. Laat ik eens een voorbeeld erbij halen. Frodo uit Lord of the Rings, wie kent hem niet? Die is, vind ik, toch redelijk actief. Hij is toch degene die zegt, geef me die ring, ik ga op pad naar Elrond. In de eerste instantie naar de elfen. Raad te vragen over wat we moeten doen met die ring. Of om in elk geval hem daar af te leveren. En vervolgens bij Elrond is hij degene die zegt, geef me die ring, ik ga hem wel naar die vulkaan brengen om hem erin te gooien. Vind ik vrij actief. Nu zijn er nog mensen die beargumenteren dat Frodo helemaal niet zo super actief is. Vooral niet vanaf het tweede boek waar hij eigenlijk alleen maar aan het lopen is. Maar goed, nog vind ik wel, hij gaat voorwaarts. Hij kiest ervoor om voort te gaan en die ring naar Mordor te brengen. Hij doet ook niet alles, want de vergadering die Elrond in Rivendell bijeenroept, dat is niet dat Frodo dat doet. Hij veroorzaakt het wel door daar aan te komen met die ring, maar hij doet niet alles. Dus ook een actief personage hoeft niet constant alle stappen te zetten. En dan heb je natuurlijk ook nog, in het geval van Frodo, is dat uiteindelijk hij niet degene is die die ring in de vulkaan gooit. Omdat hij dat uiteindelijk toch niet kan. Maar goed, dat is misschien nog een hele andere discussie. Ik vind het wel interessant. En als ik kijk naar mijn eigen verhaal, ik ben onlangs eigenlijk met dank aan mijn schrijfgroep tegenaan gelopen dat ik halverwege het verhaal erachter kwam dat bij twee van de personages de motivatie niet helemaal goed zat. Waardoor je de hele tijd het gevoel hebt van, waarom gaan ze nou eigenlijk doen wat ze doen? Waarom zijn ze nou eigenlijk op reis? En een deel daarvan zit hem ook in het feit dat ze niet actief zijn. Want ik kwam erachter, een van de belangrijkste motivaties die ik tot nu toe had bedacht voor die personages is dat ze op de vlucht zijn voor de slechterikken in het verhaal. Maar eigenlijk is op de vlucht zijn een heel passief ding om te doen. Het enige wat je doet namelijk is weggaan. En dat betekent dat je een soort van geduwd wordt om weg te gaan. Terwijl het veel interessanter eigenlijk kan zijn is als iemand getrokken wordt om weg te gaan. Dus er is iets wat ze zelf willen bereiken. Waar ze actief achteraan gaan om te bereiken. Dus ook weer met dank aan de schrijfclub kwam er een nieuwe motivatie eigenlijk bovendrijven. Eentje die al in het verhaal zat, maar die ik nog niet gerealiseerd had dat dat een motivatie kon zijn. En die is veel actiever. Dat is iets waar ze achteraan kunnen gaan. Iets wat ze actief kunnen gaan doen. En wat veel interessanter is dan alleen maar achtervolgd worden. Sowieso is achtervolgd worden eigenlijk iets wat heel saai is, heb ik gemerkt, om over te schrijven. Maar goed, dat is ook weer een ander verhaal. Over het algemeen is het dus eigenlijk zo dat actieve personages zijn gewoon interessanter. Passieve personages zijn personages die niks doen. Een passief personage overkomt dingen. Hij gaat mee in de flow van wat er allemaal gebeurt, maar neemt daar zelf nauwelijks actief aan deel. Probeer dus altijd je personage actief te maken. En dat is nog best wel, vind ik, lastig soms. Omdat ik dus bijvoorbeeld bij die twee karakters in mijn
boek dacht dat ze actief waren. En er nu toch achter kom dat ze dat minder zijn dan ik had gedacht. Dus het is echt wel iets om goed bij stil te staan. En erover na te denken van wat maakt de personage nou actief. Laat hem echt, ik heb het over hem, maar het kan natuurlijk net zo goed een vrouw zijn. Laat haar echt iets gaan doen, iets ondernemen. Zonder dat ze alleen maar daartoe gedwongen wordt door anderen. Laat haar zelf kiezen, ik wil dit bereiken. En zo grappig dat ik nu begin over zij in plaats van hij. Want het is eigenlijk opvallend dat het vaak de vrouwen zijn in verhalen die passiever zijn dan mannen. Dat is natuurlijk bijna een beetje een feministisch ding, maar in veel films en boeken zie je dat mannelijke hoofdpersonages zijn toch een beetje nog meer de norm. Wat eigenlijk jammer is natuurlijk en in deze tijd niet echt meer kan. Kijk bijvoorbeeld naar de oude sprookjes, die zijn ook oud, dus vooruit of zo. Maar kijk naar Sneeuwwitje, die alleen maar vlucht en vervolgens gered moet worden door een roosje die de hele verhaal ligt te slapen en weer gered moet worden door een prins. Of Assepoester, die, nou ja, je zou nog kunnen zeggen dat ze heel sterk is omdat ze alle narigheid weerstaat. Maar uiteindelijk is ze alleen maar aan het wachten tot de fairy godmother komt en haar lot verbetert. Het zijn personages die niet actief zelf iets gaan ondernemen. En nou neem ik oude sprookjes als voorbeeld, maar je ziet het ook gewoon heel veel in fictie van vandaag. In Hollywoodfilms, in series. Dat vrouwelijke personages gewoon, die zijn alleen maar een soort van de love interest. En die hebben dus zelf niks te willen of zo. Heel jammer vind ik dat. Nou ja, het wordt nu een beetje een te veel feministische verhaal. Maar wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is dat passieve personages dus toch nog wel heel vaak voorkomen. En dat is eigenlijk jammer, want een actief personage is gewoon veel interessanter. Wat ik er nog wel bij kan zeggen is dat niet alle personages even actief hoeven te zijn. Je kunt ook best wel passieve personages erbij hebben, maar vraag je wel af of die misschien het meest geschikt zijn voor de hoofdpersoon. Tenzij je een heel literair iets aan het schrijven bent wat gaat over de gedachten van iemand die alleen maar thuis zit. En ik hou nooit zo enorm van dat soort boeken. Maar je hebt natuurlijk wel boeken die dat goed doen hoor. Ik hou natuurlijk heel erg van fantasy en een beetje de spannende actieachtige boeken, mysteries. En daarbij is het gewoon fijn om een actief personage te hebben. Ik ben heel benieuwd of jij ook actieve personages schrijft. Of dat je er nu misschien wel met deze video, net als ik, achterkomt. Oh shit, mijn personage is helemaal niet zo actief als ik had gedacht. En wat ga je er dan aan doen? Nou, bij mij is een oplossing dus, ligt die al in het verhaal verborgen. Want er zit al een motivatie die wel actief is. Dus soms is de oplossing dichterbij dan je denkt. Maar ja, hoe zit het bij jou? Heb jij ook dit soort dingen? Loop je hier ook tegenaan? Of heb je al een super actief personage? Deel het vooral met me, want ik vind het altijd interessant om te lezen hoe anderen hiermee omgaan. Dus laat het vooral achter in de comments onder de video. En dankjewel voor het kijken weer!